Hoe zorg je voor kinderen die in het IS-kalifaat hebben gewoond? In Ede zijn twee kinderen ondergebracht bij een opa en oma. En dat zorgt voor nogal wat ophef. We gaan praten met Henk Lubbering en Jesper Asselman over het NK wielrennen. De een won al twee keer en de ander wil heel graag aanstaande zondag schitteren. En als jij een goede vader wilt worden, dan moet je op cursus in Beek. Dit is de Week van Gelderland. Hoe zorg je voor kinderen die in het IS-kalifaat hebben gewoond? Dat is een vraag waar pleegzorgorganisatie Andrea Lindehout nu mee wordt geconfronteerd. Zij vangen de kinderen op die geplaatst zijn bij hun opa en oma in Ede en teruggekeerd zijn dus uit het IS-gebied. Jan Goesens, van harte welkom. U bent van Andrea. Voordat we het gaan hebben over de vraag hoe je voor deze kinderen moet zorgen, ben ik erg benieuwd wat u vindt van de maatschappelijke discussie die nu plaatsvindt of we überhaupt die kinderen wel terug moeten halen uit dit gebied? Ja, die discussie die raakt me eigenlijk wel. Omdat ik het een kernwaarde vind van een samenleving, van onze samenleving, dat we voor kinderen zorgen. En voor kinderen die het moeilijk hebben, moeten we extra hard zorgen. Dat is wat we hebben afgesproken in onze samenleving en waar we voor gaan. En op het moment dat wij onderscheid gaan maken tussen voor deze kinderen gaan we wel zorgen, maar voor die kinderen eigenlijk liever niet. Dan vind ik dat eigenlijk pijnlijk. Dan vind ik dat een hellend vlak. Bent u boos over de manier waarop er over deze kinderen gesproken wordt? Nou, kijk, ik begrijp heel goed dat er een soort van nervositeit is. Een soort van, er is geen onbevangenheid ten opzichte van het zorgen voor deze kinderen. Dus ik snap dat wel. Maar ik vind dat we in ieder geval vanuit de politiek en ook vanuit het bestuur, zou je kunnen zeggen, wel een standpunt hadden kunnen innemen. Van, wij zorgen gewoon voor kinderen. In Ede was er ook een discussie over het eventuele radicale gedachtegoed van de opa en oma waar deze kinderen zijn ondergebracht. Zelfs burgemeester Verhulst plaatste vraagtekens. Ik weet dat u niet op deze specifieke kinderen in mag gaan. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat u als jeugdzorg hierdoor in een moeilijke positie komt. Nou, we waren eigenlijk behoorlijk goed voorbereid. Niet zozeer als Andrea Lindehout, maar wel als de Nederlandse jeugdzorg. Want het is natuurlijk geen probleem dat zich plotseling voordoet. We wisten dat het eraan zat te komen. Dus we hebben een heel goed plan gemaakt als Nederlandse jeugdzorg. Hoe gaan we het dan doen op het moment dat het zover is? Met heel veel checks en balances, met heel veel controles, met heel veel momenten waarop je nog eens een keer extra goed kijkt. En al die momenten zijn stuk voor stuk ook afgelopen. En ja, als dan de conclusie is, dit is een goede plek, dan is het een goede plek. U zegt, het is een heel zorgvuldig proces geweest. Stel, die kinderen worden bij u ondergebracht en u heeft de indruk dat de thuissituatie niet goed is. Dat er daadwerkelijk die kinderen geconfronteerd blijven worden met dat radicale gedachtegoed. Kunt u dan ingrijpen? Heeft u mogelijkheden? Nou ja, zeker. Kijk, het werkt zo dat aan ons, aan Andrea Lindehout, de vraag is gesteld: willen jullie goed meekijken of het goed gaat met deze kinderen? Maar daarvoor is er eerst een landelijk team bezig geweest van, is het verantwoord? Vervolgens is de kinderbescherming aan de slag geweest. Klopt het allemaal wel? Daarna heeft de kinderrechter een uitspraak gedaan. Nog eens goed gekeken of het allemaal klopt. En vervolgens is er een gezinshoofd. En dan komt pas de vraag bij ons, willen jullie kijken of het goed gaat met deze kinderen? Dan hebben wij dus een heel groep mensen om ons heen met wie je voortdurend, als het ware, kunnen overleggen op het moment dat er dingen gebeuren waarvan we denken, dat gaat de verkeerde kant uit. Er is dus heel veel toezicht eigenlijk geregeld. Wat is de rol in het leven? Wat is jullie rol in het leven van deze kinderen? Nou, die rol is eigenlijk heel goed te vergelijken met de rol die we in het leven hebben van kinderen die het heel moeilijk hebben. Kinderen die hele nare dingen meemaken. En er zijn kinderen direct hier in Gelderland, direct in de omgeving, die hele nare dingen meemaken. En onze rol is dan om ervoor te zorgen dat die kinderen weer kunnen opveren. Dat de kinderen gerustgesteld kunnen worden. Dat de kinderen veilig zijn vooral. En dat doen wij voor kinderen die in allerlei omstandigheden bij ons worden aangemeld. En dan gaan wij voor die kinderen. Maar deze kinderen hebben in erg moeilijke omstandigheden geleefd. Hebben deze kinderen extra zorg nodig of u zegt dat is vergelijkbaar? Ik denk dat deze kinderen hebben in moeilijke omstandigheden geleefd, maar die zijn ook heel klein. Hè? Dus die moeilijke omstandigheden hebben nog niet zo heel lang geduurd.
Wij maken in heel veel mee dat kinderen aan moeilijke omstandigheden geleefd hebben, ook hier vlak in de buurt. En dan weten we wel hoe langer iets duurt van die moeilijke omstandigheden, hoe harder wij moeten werken om die veerkracht van die kinderen weer optimaal te benutten. Dus om die kinderen weer te laten, rechtop te laten komen. En als het korter geduurd heeft en we zorgen voor goede liefde en zorg, dan gaat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En dat gedachtegoed dat ze dan misschien wel vanaf hun geboorte mee hebben gekregen, merkt u daar dan nog wat van of zegt u kinderen vergeten snel? Nee, we hebben het hier over kinderen van onder de 5 jaar. Dus het gedachtegoed. Nou ja, ik zou wel eens mensen willen uitnodigen. Wat weet je nog van het gedachtegoed van rond de 3 jaar? Dat is sowieso een heel moeilijk thema. Maar het is natuurlijk zo dat wij allerlei soorten van kinderen hebben met rugzakken, zullen we zeggen. En ja, onze taak is om ervoor te zorgen dat die rugzakken weer leger worden. En dat die kinderen rechtop komen staan. Dus nee, ja, natuurlijk merken we van alles van wat kinderen hebben meegemaakt. Maar we zijn ook goed ontstaan om die kinderen weer te laten opveren. Het gaat nu om 2 kinderen. Verwacht u op korte termijn meer kinderen die in het IS-kalifaat hebben gewoond? Nou ja, kijk, daar wonen er, denk ik, op dit moment rond de 200. Waarvan een heel grote groep kinderen echt heel jong is. Het construct om ervoor te zorgen dat die kinderen inderdaad kunnen terugkomen, dat ligt eigenlijk wel klaar. Dat gaat niet over Andrea Lindehout, het gaat niet over Gelderland, het gaat over heel Nederland. Dus dat kan heel erg verdeeld zijn. Ik hoop eigenlijk dat we er werk van maken. Dat we die kinderen daar niet laten in die erbarmelijke omstandigheden. Ik hoop eigenlijk dat we ervoor gaan om die kinderen kansen te geven. En dat is inderdaad, en dat moeten we wel kalm aan doen, maar dat ze wel terugkomen. Is er een reden dat ze bij u zijn geplaatst? Nee, dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat je gaat zoeken, en al die clubs die hebben onderzocht wat is de beste plek, er komt vaak uit naar voren, opa's en oma's zijn de beste plekken voor kinderen. Dat geldt ook voor de kinderen die hier om de hoek wonen. Als ze niet thuis kunnen blijven, opa en oma is eigenlijk de fijnste plek voor kinderen. De beste alternatief. En dan is het, gaat het hier over een opa en oma in onze regio. En daardoor komen die kinderen bij ons. Minister Grapperhaus zegt dat deze kinderen gezien moeten worden als slachtoffer in eerste instantie. Ja, ik hoef u eigenlijk niet meer te vragen of u erachter staat. Daar sta ik achter, zeker. En daar sta ik niet alleen achter, maar daar staat de ombudsvrouw achter. Sterker nog, we hebben dit soort dingen eigenlijk goed vastgelegd in het verdrag voor de rechten van het kind. En eigenlijk gaat het daarom. Laten we dat verdrag gewoon naleven. Net als ieder ander kind. Zo is het. Verdienen ook deze kinderen een mooie toekomst. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. Dit was de Week van Gelderland, waarin Annemiek van Vleuten uit Wageningen in haar eigen achtertuin Nederlands kampioen tijdrijden is geworden. Annemiek van Vleuten! En een noodgeval, 112, was deze week urenlang onbereikbaar door een telefoonstoring bij KPN. Maar gelukkig... Ik heb het even nagevraagd voor u natuurlijk, maar we hebben geen geval dat er iets is geweest dat iemand zich eigen benadeld heeft gevoeld door dit incident. Het was ook de week waarin het kwik naar recordhoogte steeg. En dus stelde het RIVM het hitteplan in werking. Ik zag hem ook. Jezus. Toen hoorden we wat geplons. Op nog een meter afstand kan die zeehond langs de boot gezwommen. Ja, echt waar. Een zeehond. En dat in Gelderland. Het dier werd woensdag gespot bij het eiland van Maurik. Maar ja, wat doe je als je een zeehond ziet? We hebben een balletje gegooid, maar daar ging hij niet achteraan. En we hebben geroepen, zit en af en blijf. Maar daar reageerde niet echt op. De zeehond was trouwens niet het enige dier dat het nieuws haalde. De eikenprocessierups zorgt momenteel voor veel overlast in de provincie. De haren van de rups veroorzaken jeuk, geïrriteerde ogen en een benauwd gevoel. De rups zelf niet overigens, maar de haartjes die hebben op mijn arm gezeten. En daar heb ik wat uitslag van gekregen. Ja, en het jeukt behoorlijk. Minister Ollengren presenteerde deze week een pakket maatregelen waarmee ze onze democratie wil vernieuwen. En één van die punten is het opzetten van een jongerenparlement om zo de jeugd meer bij de politiek te betrekken. Bij ons is Simon Putman uit het Achterhoekse Lichtenvoorde. Dat klopt. En jij bent daarbij betrokken, hè, bij dat opzetten van dat parlement. Het eerste wat ik dacht, maar jongeren die betrokken zijn bij politiek of willen zijn, hebben daar toch al de ruimte voor? Nou ja, je ziet dat een aantal jongeren inderdaad bij maatschappelijke organisaties actief is, lid is van een politieke partij.
Dat is ook hartstikke goed dat die jongeren een plek hebben waar ze actief zijn. Maar zo'n jongerenparlement is ook bedoeld om jongeren die nu nog niet georganiseerd zijn bij partijen, bij organisaties te betrekken. Om te zorgen dat allerlei soorten jongeren hun stem kunnen laten horen. Ja, van jongs af aan moeten wij betrokken zijn bij de politiek. Nou is een van de ideeën om jongeren van 16 jaar te laten stemmen. Nou heb ik zo'n puber van 16 thuis. Ik moet er toch niet aan denken dat hij mee mag bepalen hoe ons land geregeerd gaat worden. Dat puberbrein, joh. Wat vind jij daarvan? Nou dat is ook een van de voorstellen die is gedaan om die stemgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16. Dat staat los van zo'n jongerenparlement. En ik ben ook heel blij dat de discussie niet alleen over die leeftijd gaat. Want je kan zo'n stemgerechtigde leeftijd wel verlagen van 18 naar 16. Maar als je echt kijkt wat voor mensen in zo'n parlement zitten. 3 of 4 parlementariërs zijn misschien eind 20 en de rest is ouder dan 30. Dus je kan die stemgerechtigde leeftijd wel verlagen, maar daarmee zorg je nog steeds niet echt voor echte betrokkenheid van jongeren, zodat zij ook hun stem kunnen laten horen. Jij bent gevraagd om je ook te buigen over dat parlement. Wat moet ik me precies bij dat parlement voorstellen? Wat wordt de taak? Nou ja, wij hebben vorige week woensdag een congres gehad van het ministerie. Wij hebben ons advies namens de jongerenambassadeurs gepresenteerd op het congres. De minister was daar ook bij. En we hebben een aantal aanbevelingen gedaan. De komende tijd gaan we kijken wat het ministerie vindt en hoe we onze ideeën kunnen bundelen. Maar wat ons betreft komt er een jongerenparlement van 100 jongeren. Tussen de 15 en 25 jaar. Vanaf 15, 16 kom je in aanraking met maatschappijleer. Die gewoon 1 keer per maand bij elkaar komt. Je zou dan gelijk denken van, wat gebeurt er dan in zo'n parlement? Wat zijn de thema's die jullie bespreken? En wat wordt mee gedaan? Nou ja, wat ons betreft kunnen jongeren zelf thema's aandragen. Dus thema's die jongeren aangaan die nu nog niet in de Tweede Kamer worden besproken. Het kan ook zijn dat de Tweede Kamer zelf zoiets heeft van, er zijn onderwerpen die wij nu al wel bespreken. Maar waarop we een bepaald jongerengeluid missen. Dus dat is eigenlijk... Dat zijn dingen die... Het klinkt allemaal voor mij heel vrijblijvend. Is het dat ook? Nou, wat ons betreft niet. Want je ziet nu al dat scholieren een dagje naar de Tweede Kamer gaan. Leden van politieke jongerenorganisaties een simulatiespel hebben in de Tweede Kamer. Dat zou ik absoluut niet willen afschaffen. Want dat is hartstikke leuk dat je een keer in de Tweede Kamer komt. Dat je leert debatteren. Alleen dat is inderdaad vrijblijvend. Wat daar wordt besproken, daar wordt niks mee gedaan. Wij willen ook echt dat die adviezen serieus worden genomen. Dat parlementariërs in ieder geval reageren op wat er in zo'n parlement gebeurt. En als parlementariërs een bepaald advies van zo'n jongerenparlement naast zich neer willen leggen, dat ze ook beargumenteren waarom. Daar moeten ze wel een goede reden voor hebben. Dan slaan jullie met z'n allen met z'n honderden tegelijk met de vuist op tafel. Absoluut. Nou denk ik, 100 jongeren zoek jij, dan zullen die jongeren zich wel aanmelden die toch al betrokken zijn. Dat gaat sowieso gebeuren. Ik bedoel, jongeren die nu al bij politieke partijen betrokken zijn, die actief zijn voor een studievereniging, die zullen zich ook wel aanmelden. Het is onze taak om te zorgen dat we ook andere jongeren werven. Dus iemand die... Hoe dan? Nou ja, dat online via sociale media, maar ook echt langs scholen gaan. Dus kijk, we kunnen wel alleen langs universiteiten, maar het is ook gewoon belangrijk dat we langs middelbare scholen gaan. En ook zorgen dat... De jongen of het meisje dat achter in de klas zit en wel hele goede ideeën heeft, maar die zich niet vanuit zichzelf zou melden, dat we ook die weten te betrekken. Wanneer moet dat parlement voor het eerst bij elkaar gaan komen? Het idee is in januari 2020 dat er dan echt een jongerenparlement is. Dus we hebben de afgelopen weken nagedacht over de inrichting van het jongerenparlement en in het najaar willen we graag samen met het ministerie kijken hoe dat precies voor moet gaan krijgen. En ben jij dan 1 van de 100? Wat mij betreft niet. Juist met het oog op diversiteit. Ik ben iemand van 24 die politicologie studeert. Ik denk dat ik bij die groep hoor die al politiek actief is en die zich wel zal melden. En het gaat juist om dat meisje achter in de klas. Wat mij betreft wel, daar maak ik graag plaats voor. Dankjewel voor je komst. Geef hem een applaus. Ja, we praten in Nederland al jaren over het doorbreken van het traditionele rollenpatroon tussen vaders en moeders. Kijkt u allemaal even mee of u dit filmpje kent. Thank you.
Ja, uit recente cijfers blijkt dat maar 11% van de vaders gebruik maakt van het ouderschapsverlof. Het roer moet om en dat vindt vast ook mijn volgende gast, Jeroen de Jong. Jij geeft in Beek bij Nijmegen trainingen aan mannen. Ik moet even kijken hoor. Ik geef trainingen aan mannen die hun kinderen de beste vader kunnen gunnen. Ja, precies. Nou vraag ik me af, als jij dan als vader niet zo'n cursus wilt volgen, gun je dan jouw kinderen geen goede vader? Dat weet ik niet, want die mannen komen niet bij mijn training, dus die spreken niet. Maar volgens mij, ja, daar gaat het volgens mij niet om. Dus dat filmpje wat ik net zag, hè, dat die man die het vlees komt te snijden, die dan echt nog zo'n beetje zo eng is. Ik denk dat we dat niet meer willen zijn, als mannen met z'n allen, zeg maar. Maar dat het vaak nog wel, dat je soort vastzit in alles wat je moet doen, wat je wil doen met werk, gezin en... Nou ja, dat dan de vraag is van, wat voor vader wil ik eigenlijk zijn? Maar is dat dan anders voor vaders dan moeders? Nee, maar ik denk dat vrouwen het veel meer gewend zijn om daarover te hebben. En mannen niet. En dat is ook de mannen die bij mij in de training komen. Die zeggen dat, ja, ik kan eigenlijk op vrij weinig plekken echt die wezenlijke essentiële vragen stellen. Ik kan het wel hebben over wat voor kinderstoeltje moet ik kopen voor in de auto. Maar echt, van die, ja, hoe richt je nou je leven in en waar loop je tegenaan? Dat is veel minder. Wat versta jij onder de beste vader? Wanneer ben je de beste vader? De beste vader, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar naar jezelf kijken. Van op het moment dat jij goed in je vel zit, als jij het gevoel hebt van hey, ik heb het lekker voor elkaar, ik ben een betrokken en aanwezige vader, met mijn werk heb ik het goed voor elkaar, dat je eigenlijk ja, goed in je vel zit. En dat merk je aan, denk ik, aan dat je niet constant tegen je kinderen loopt te schreeuwen of continu gestrest bent en druk bent en achter de dingen aan het... Lopen. Zijn er vaders die tegen hun kinderen schreeuwen of dat vroeger deden? Nee, nee, nee. Nee? Zijn er hier niet. Nee. Steek een hand niet op. We zijn allemaal, we hebben alle beste vaders geselecteerd voor Gelderland. Ja. wat voor vaders komen er nou bij jou? Ja, volgens mij moet je over een drempel heen als man om te zeggen, ik ga een vaderschapstraining volgen. Ja, dat is zo. Toch? En dat is echt waar. En dat helpt van als dan iemand die je kent die training heeft gedaan, die zegt, hey, dat is hartstikke leuk. Want het is ook gewoon het plezier om dat met andere mannen samen te zijn en dat uit te zoeken en die vragen te stellen. En verder zijn het, ja, het zijn verschillende mannen die net een baby hebben gehad. Van mannen die eigenlijk, waarvan wie de kinderen de deur uitgaan eigenlijk. En die denken van, ja, maar wat ben ik dan nog voor vader? Hoe moet je dan die rol Waarom ben jij dit gaan doen? Waarom ben jij die cursussen gaan geven? Ja, omdat het er niet was. Was je een slechte vader? Nou, nee, dat denk ik niet. Geen tegen mijn kinderen? Ja, drie. Ik heb absoluut tegen mijn kinderen geschreeuwd. En ik heb ook wel eens gehad van dat mijn middelste vooral zei van... Oh, het is fijn dat je weer die training gaat geven, want dan kun je zelf ook wat leren. Dus ja, weet je. Maar we zijn allemaal, ik denk dat het is. We zijn allemaal mensen en we lopen allemaal tegen dingen aan. En die vertellen we niet standaard tegen onze vrienden of daar zijn we niet per se trots op. Maar... Dat er wel dus een plek is waar je het gesprek wel kan voeren. Dat je gewoon eerlijk kan zijn over... Ja, ik schreeuw tegen mijn kinderen en dat of iets anders en ik krijg het niet rond. Maar wat leer je ze dan? Nou, ik leer ze... Ze komen bij jou, ze schreeuwen in je leven, ze doen allemaal vreselijke dingen die vaders... en ze gaan bij jou weg en ik ben de beste vader. Wat hebben ze dan concreet geleerd? Nou, ik denk dat wat ze geleerd hebben... dat is mooi. Ja, ik had een paar feiten mee. Wil ik, hè? Ja, nou, ik denk dat ze geleerd hebben om eigenlijk de dingen bij zichzelf te houden. Dus niet continu maar, oh, mijn kind doet het niet goed, ik moet mijn kind fixen... Maar hey, wat doe ik dan? En dat gaat vooral echt over rustiger worden. Dus minder stress, dat is het belangrijkste. Maar ook kijken van wat voor vader heb jij zelf gehad? Wat voor voorbeeld heb jij zelf gehad? En wil je dat voorbeeld ook zijn of wil je een ander voorbeeld zijn? Want heel veel mannen hebben een vrij lastige relatie met hun eigen vader. Maar die merken toch van, oh shit, nou doe ik het toch hetzelfde als mijn eigen vader. En dat wil ik niet. Nou, daar krijg je ook inzicht in. Van hoe wil je dat? Wat wil je wel doorgeven van je eigen ouders en wat niet? Zijn het wel echte mannen die bij jou komen? Het zijn, wat is een echte man? Ze hebben allemaal een piemel, dus het zijn echt allemaal mannen. Maar ja, natuurlijk. Maar ik denk als je aanmeldt voor zo'n cursus, dan ben je in principe volgens mij al een goede vader. Want dan denk je na over die opvoeding. Bereik jij wel de mannen die je zou moeten bereiken? Nou ja, ik moet niet zoveel van mezelf. Dus ik doe vooral waar ik zelf blij van word. En ik denk, het is wel zo dat ik doe het nu 5 jaar. En dat die mannen die komen, die groep wordt steeds diverser. En dat heeft ook te maken dat mannen het zelf doorvertellen. Maar dat zit echt, ja, het zijn verschillende soorten mannen echt. Dus dat, ja. Heb jij moeite met het traditionele rollenpatroon als mensen daar zelf heel bewust voor kiezen? Nee, want het gaat mij om van dat jij doet wat bij jou past. En ik denk dat je zelf wel door hebt wanneer dat knelt. En als jij denkt, ja, maar ik wil en een betrokken vader zijn... en ik heb een baan van 60 uur, ja, op een gegeven moment gaat dat verringen. Nou ja, dan moet je zelf
die stap gaan maken of de volgende stap daarin. Nou, voordat ik de vader van mijn kinderen naar jou toe stuur, komt de mannelijkheid niet in het geding? Was maar. Moet je me slachten houden. We maken ook vuur aan het eind van de avond. Dus dat, je maakt ook vuur. Ja, absoluut. Heerlijk. Ja. Pijl en boog erbij. Hou ik van. Ja, wat is een gouden tip? Tot slot voor vaders. De gouden tip is eigenlijk, weet waar je zelf blij van wordt. Weet waar je warm van wordt eigenlijk. En blijf dat doen. En als het even kan, neem je kinderen daar mee. Dus als je van gitaarspelen houdt, blijf dat doen. En er zijn heel veel mannen die een hobby aan de kant zetten op het moment dat de kinderen komen, want dan is het te druk. En jij zegt juist niet. Doe de dingen waar je blij van wordt, dan ben je ook een leukere vader. Ja, natuurlijk. Ja, en als je dat dan ook nog mee kan geven aan je kinderen. Maar als je blij wordt van iedere dag de kroeg in gaan, zou ik het niet doen. Nee, dan wordt het weer lastig. Maar dan ben je dus ook weer niet die vader die je wil zijn. Nee. Dat komt wel goed. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Hey. Is heel anders dan, ook voor mannen en vrouwen trouwens. Want na 109 jaar is het NK wielrennen weer terug in Ede. Deze week wonnen Jos van Emden en onze eigen Annemiek van Vleuten de tijdrit al. Applaus van wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Ja, ik ben gewoon ook super blij dat ik vorig jaar was ik echt teleurgesteld. En ik heb dit jaar in ieder geval in de regenboogtrui een hele mooie tijdrit neergezet. Hey. Yeah! Yes! Ja, aanstaande zaterdag en zondag dan staan de wegwedstrijden op het programma voor mannen en vrouwen. Bij ons in het Mediacafé Henk Lubberding. Wat leuk dat ik je gewoon een keer echt live zie. Ja. Ik zat vroeger voor de buis. Twee keer Nederlandse kampioen geworden, 1978, 1979? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En naast jou Jesper Asselman. Ja. Ja, die hoopt gewoon zondag Nederlandse kampioen te worden. Gaan we wel voor. Henk, ik wil even met jou terug dan naar de jaren 78, 79, waar jij de Nederlandse titel won. Wat weet je daar nog van? Neem ons even mee terug. Nou, in ieder geval in Limburg. Ik dacht de eerste keer de afsteeg en de tweede keer Slingerberg. Dus heuvel op. Weet je ook nog wie de tweede werden toen? Nou, de rallyploeg was toen in die tijd al oppermachtig. Dus er waren wel 4, 5 gegadigden die kampioen mochten en konden worden. En misschien nog wel meer, maar je hebt ook knechten nodig. Het ene jaar werd Jan Raas tweede achter jou. En het jaar daarna volgens mij Zoetemelk of omgekeerd. Oh, dat zou kunnen. Dat maar best, in ieder geval Raas. Best een leuke naam om achter je te laten, toch? Ja, maar Raas had bij mij een team dus. En Zoetemelk niet. Nee. En de eerste keer kan ik me nog herinneren. Toen was het eigenlijk wel een cadeautje van Raas. We zaten samen met een groepje voorop. Wat had je hem beloofd dan? Ik had hem niks beloofd. Oh, omdat hij jou een cadeautje deed? Ja, maar Henk deed nogal veel werk voor de ploeg. En hij vond dat ik het wel verdiende om kampioen te worden. Ja. Maar ik vond dat niet zo'n leuke geste voor tv. Dus het lag er nogal dik bovenop dat ik hem cadeau kreeg. Ja, dus het jaar erop toen hij dacht had ik wel wat beter kunnen acteren dan, ja, toch? Ja, dat vond ik niet zo. Dus het jaar erop dacht jij, dan ga ik nu eens even mijn eigen kracht doen. Nu ga ik het echt op mijn manier doen. Ja. Dus vroeg wegrijden en niet in een sprintje met Raas. Laat zien dat hij het ook zonder Raas. Nee, maar iedereen wist dat Raas in de sprint mij ging kloppen. Ja. Dus, maar dat wil niet zeggen, wielrennen is een teamsport. Dus je moet altijd voor elkaar werken. En dan wint niet altijd de beste. En Raas was gewoon in Limburg, wanneer die echt in orde was, was Raas gewoon de beste van heel Nederland. We hebben geen beelden van dat NK in 1978. Die zijn er niet meer. We hebben ze opgevraagd bij de NOS. Maar er zijn wel beelden uit datzelfde jaar. Henk Lubberding op de fiets. Volgens mij was het de 11e etappe in de Tour de France. Okay. Gaan we even kijken. Op een paar honderd meter en dan gaat Henk Lubberding hier de feest vieren. Dan is hij etappe winnaar in de Ronde van Frankrijk. Winnaar in de tiende rit van Pierre van Bordeaux, Henk Lubberding. Hoeveel etappes heb jij gewonnen? 3 in de Tour, hè? 3 in de Tour, Ja. En welke is dan de mooiste? Ik denk de eerste. Omdat het toch wel heel bijzonder is. Tour de France is al heel bijzonder. Ik hoop dat hij er nog een keer aan toekomt. Je hebt hem 10 keer gereden. 10 keer? 13 keer. 13 keer zelfs. Ja, en ook meer trots op bij is eigenlijk de witte trui. Jesper, dus ging een lampje branden toen jij hoorde, ik sta hier vandaag naast Henk Lubberding. Of dacht je nog nooit van? Je bent pas zeker. 29. Ja, nee, ik ken Henk natuurlijk zeker. Ja. Van zijn prestaties als wielrenner, maar ook
zijn elkaar al een aantal keer tegengekomen. Ja. Ja, jij won niet alleen 3 toeretappes. Je won ook bijvoorbeeld de klassieke Gent-Wevelgem. Als we naar dat rijtje kijken, hoe moeten we dan die nationale titel plaatsen? Is dat er een die het toe doet voor een renner? Ja, in onze tijd wel. Nu krijg ik de indruk dat een heel ander beeld. Van de week reed ik door de binnenlanden en ik reed Geesing achterop. En even een babbeltje meegemaakt. Ja, die reed geen kampioenschap. Hij ging een weekje, hij is al vertrokken naar Californië. Een weekje vakantie en dan ging hij 3 weken trainen. Met zijn gezin is hij daar. Dus denk ik, ja, maar het is toch een kampioenschap? Jullie wilden daar vroeger gewoon aan de stad staan als renners? Ja, nou ja, als je niet wilde, dan moest je. Ja, Annemieke van Vleuten. Maar dan moest gewoon gewerkt worden. Je moest gewoon werken aan de winkel. Ja, nou ja. Gaat er niet vakantie met je gezin? Belachelijk. Er zitten 15 renners in de ploeg, of 16. Ja. In Nederlanders praat ik dan over. Ja, die moesten voor elkaar werken. En er waren de 4 die kregen de ruimte. En de rest moest gewoon werken. Annemieke van Vleuten won van de week de tijdrit. Doet volgens mij ja, dat doe ook alleen. Mee aan de race op de weg. En zij zei van ja, ik heb keihard getraind. Maar niet voor dit NK, maar voor de Giro. En ja, dan is het lekker dat ik op dat vlakke stuk toch nog even die titel pak. Ja. Jesper, is dit voor jou een hele grote wedstrijd? Ik ben van mening dat NK altijd een grote wedstrijd is. En ja, wat Henk al zei, je wilt er gewoon bij zijn. En helemaal natuurlijk als het zo dicht bij huis is. En als het parcours over jouw trainingswegen gaat. Dus nee, voor mij was dat geen moment van twijfel. Wij kennen jou nog niet zo goed als dat we Henk kennen. Wat ben jij voor een type renner? Ja, ik ben ook wel aanvallend ingesteld. Met een klein groepje ben ik ook nog wel redelijk rap aan de meet. Ja, en daarnaast ben ik iemand die zich veel inzet voor het team. Dus ja, ik denk dat het parcours wel voor mij een mooi parcours is. Ja, in mijn oortje wordt gefluisterd, rap aan de meet. Dat is dan zo'n wielerterm, leg je ja. Oh, nee, ja, als je zeg maar uiteindelijk op het eind moet sprinten. Ja, precies. En degene die wint, die is het rapste van de groep. Hoe zou je jouw karakter omschrijven? Ja, iemand die wel altijd door blijft gaan en geen genoegen neemt met als iemand zegt van dat kan niet of dat zit er niet in of wat dan ook. We gaan even naar jouw vader luisteren. Dacht ik ook. Het is een wielrenner die niet van opgeven weet. Als hij aan het fietsen is, is hij aan het fietsen. Hij heeft heel veel uurtjes gekost. Heel veel verdriet gekost ook soms. Heel veel. Je hebt meer tegenslagen dan positieve dingen. Als je dan ziet hoe ver elk stapje omhoog komt en dan toch nog ook nog hele mooie uitslagen rijdt, ja, dan ben je een hele trotse vader. Ja, leuke beelden. Mooi toch? Ja, is toch zeker. Prachtig? Zeker. Ja. Hij geeft het al aan, hè? Je hebt heel veel tegenslagen gehad. Nou, ja. 2 seizoenen op rij begonnen volgens mij al vrij snel met een valpartij. Ja. Ik denk dat er geen topsportcarrière bestaat zonder bloed, zweet en tranen. En er zijn de momenten dat je kan zegevieren, zijn er gewoon niet superveel. Hey, maar recent was er zo'n moment. Ja, zeker. Jij won de eerste etappe. Ja, klopt. In de ronde van Yorkshire. Ja, inderdaad. Ja, dus mooie wedstrijd in Engeland. We waren weg met een groepje onder echt zware omstandigheden. Koud, regen. En uiteindelijk wisten we voor het peloton te blijven. En was het sprinten voor de overwinning. Zullen we even kijken hoe een blij mens eruit ziet? Ja, is goed. Waarschijnlijk niet verwacht toen je vanochtend begon aan de etappe. Nee, zeker niet. Het was de eerste wedstrijd weer na de klassiekers natuurlijk. Ik had wat rust afgelopen week. En het goede gevoel was er nog niet helemaal. Maar je ziet het, hè. Het kan soms gek lopen. En ik had vandaag gewoon echt hele goede benen. Ik ging gewoon aan met alles wat ik had. En uiteindelijk bleek dat ik wel veruit nog de sterkste was. Ja, ik zou bijna het liedje instarten. Ik krijg die lach niet van jou, van jouw gezicht. Nee. Jij hebt van de week, ik belde jou, zei je, ik zit op de fiets. Ik ben dat parcours aan het verkennen in Ede. Ja. Nou, zeg maar, hoe moet die fietsen? Kansen voor iedereen. Dit is een parcours, daar kan iedereen uit de voeten. Klimmen kun je het niet noemen. Slopen kun je het eigenlijk ook niet noemen. De warmte zou nog invloed kunnen hebben. Nou, daarvoor ben ik gaan kijken.
Nou, het is bijna allemaal onder de bomen. Ja. Dus van boven camera. Pas op met de eigen processierups. Dat werkt niet. Ja, de processierups. Ja, maar dat is een dag later dat je daar je problemen van krijgt. Ja, dus op de dag ook niet. Dus schaduw is er genoeg. Maar prachtig asfalt. Ik vind het alleen jammer voor het publiek dat het rondje zo groot is. Ja. Dus wij waren gewend aan 12, 13 kilometer. En dan, dat is voor de mensen al lang genoeg voordat ze de renners weer zien. Ja, daar kom je wat maar vaker nu is het wel erg. Ja. En ja, ze willen het een beetje selectief, maar voor de profs is dit niet selectief. Nee, nee. Jij behoort niet tot een van de favorieten. We hebben wel een Gelderse favoriet, hè? Fabio Jacobsen uit Heukelum. Ja. Maar ja, hey, je hebt ze verrast in Yorkshire. Zeg het nee, maar, ja, ga dat sommigen weer doen. Het is een parcours wat zich wel leent tot verrassingen. Ja, het moet nog een beetje blijken. Het kan al, denk ik, twee kanten opvallen. Of het wordt gewoon een parcours waaruit blijkt dat het toch niet lastig genoeg is. En, maar ja, uiteindelijk maken de renners de koers. En als iedereen wil dat er heel de dag gekoers wordt, dan wordt het vanzelf moeilijk. En ja, hopelijk zit je dan in de goede groep en kan je voor jezelf een mooie kans creëren. Is je gevoel goed? Zeker. Ja. Ja. Wat is jouw ambitie? Had het al even. Ik hoop dat hij ooit de Tour nog mag rijden. Ja, dat zeg maar. Ik denk dat voor iedere wielrenner een grote ronde rijden wel iets is wat op zijn lijst staat. En dat zou ik graag nog ooit een keer willen doen. Ligt dat nog binnen het bereik? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ga je kijken, Henk, zondag? Zondag niet. Nee? Voor de televisie. Voor de televisie? Voor de televisie, ja. Ja, als je daar bent, dan ik zeg al, moet veel te lang wachten. En je ziet het spelletje niet. Nee, dat kun je en op tv zie je alles. Ja, dat is jammer. Maar ik zeg al, luchtbeelden, dat wordt een probleem met al die bomen. Hoe ben je hier trouwens? Met de fiets of op de auto? Nee, of in de auto? Met de auto, anders had ik mijn rug helemaal nat. Ja, ja. Ja. Nee, ik weet dat de vorige keer dat je hier was je op de fiets. Ja, ik ben al eens op de fiets hier. Maar radio, dan zien ze je toch niet. Nee, dat is waar. Je ziet er nou goed uit voor tv. Ja, in ieder geval niet druppelt zwit. Nee, helemaal niet. Ja. Nou, ik geef ze een applaus en jij heel veel succes zondag. Dankjewel. Allemaal kijken, hè. Ja. Of in Ede, of voor de televisie. Jesper Asselman en Henk Lubberding. Hij begint al te spelen. Ja. Hij sluit de week weer af. Ook vandaag. Applaus voor Colin Hoeven. De jeugd die heeft de toekomst, ook in de politiek. Er is al veel jeugd betrokken, maar iedereen bereik je niet. Pubers naar de stembus, zo is dat dan het idee. Niks 18 ter discussie, is inspraak een illusie. 100 jongeren, de zoektocht gaat van start. Zoek naar jong en naar een democratisch hart. En van politiek betrokken naar politiek geweerd. Wat doet een kind uit Syrië nou eigenlijk verkeerd? En ieder kind verdient verzorging, geef elk kind een plek. Niet radicaal geboren, een kind is niet verloren. Goede zorgen halen nare dingen weg. En bij deze is in Ede dus zo'n plek. Meer dan 100 jaar gewacht, de fiets weer uit de schuur. Het NK terug naar Ede, heel veel renners in het stuur. Henk de oud-gediende maakte Jelle's dromen waar. Rap aan de meten, we zien het wel, straks speelt hij het nog klaar. Oh, papa snijdt het vlees aan, maar hij kan nog zoveel meer. Nieuwe tijd voor vaders, zo druk met die kids in de weer. En iedereen kan leren om een beter mens te zijn. Samen delen helpt, klaar met de schone schijn. Mannen vechten hard voor een kroost. En gaan van start elkaar helpen om de beste pa te zijn.